gemeenschap voor hen. En ze zijn nog jong, 17 en 18 jaar. Ze zijn de nationaal kampioen en we zijn reuze benieuwd naar dit jonge paar. Twistlift met een probleem. Ze rijden op muziek uit de film Mary Poppins. Everything is coming up roses. Daar, u zag dat, een groot probleem. En u ziet dat daar dus duidelijk zij eigenlijk nog niet rijp zijn voor dit Europees kampioenschap. Trouwens een leuke wisselzitpirouette daar met z'n tweeën. Het debuut van Olga Bestandigova en Jozef Bestandik. En qua presentatie was het eigenlijk best heel leuk om naar te kijken, maar het gaat hier natuurlijk toch bijzonder om de elementen en daar ontbrak nog wel het een en ander aan. En ongetwijfeld gaan we zo in de slow motion nog even terugkijken naar de verschillende elementen die ze uitgevoerd hebben of hebben geprobeerd uit te voeren. We kijken hier naar hun dubbele axel. Trouwens, de dubbele axel is dus de moeilijkste dubbele sprong met 2,5 draai. En het was tot 2 jaar geleden zo dat alle paren, toen moesten dus een dubbele sprong naar keuze gesprongen worden. Nou, als je mee wilde tellen, dan moest je dus wel een dubbele axel doen. Nou, inmiddels is het dus zo dat er een drievoudige sprong gesprongen mag worden. En alle topparen springen dan ook drievoudig. Nou, ze zegt haar moeder eventjes gedag en waarom ook niet. En ze schijnt er niet onder te lijden. En ja, als je zo jong bent en het is je eerste Europese kampioenschap, dat geeft het. Ze vindt het waarschijnlijk heerlijk om hier in Parijs te zijn. En het is ook heerlijk. En nou ja, het zal wel dat zij heel hard zullen gaan oefenen en volgend jaar het er beter af zullen brengen. We kijken dus naar de volgende groep die u daar zag staan van 3 paren met daar onder andere erin Elena Bereshnaya, Anton Sikharolidze, een nieuwe formatie. En
tweede Franse paar, Le François en Le Francois en Ocelon. En dan de Grieken, Zanakis en McKeever. U ziet dat dit paar dus op dit moment...